Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. We zijn op dit moment op roadtrip in Amerika en we zitten in Miami. En alles loopt net even wat anders dan we van tevoren gedacht hadden, want de orkaan Irma is onderweg hier naartoe. En ons hotel heeft, als jullie het gisteren hebben gezien, weten jullie het al, heeft besloten om te gaan evacueren. Dus we zijn hier nu nog tot 1:12 vanmiddag en dan gaan we met de auto naar een ander hotel. Hier eigenlijk wel redelijk in de buurt, maar die zit wat dichter bij het vliegveld. En de reden dat ze hier willen evacueren is ten eerste om het zekere voor het onzekere te nemen. En dit is een red zone omdat er een gevaar is voor overstroming. Dit is vlakbij zee, dus vandaar dat ze hier evacueren en dan is het hotel bij het vliegveld als het goed is wel veilig. En waarschijnlijk vliegen wij net op tijd weg naar New York. Net zeg maar voordat de orkaan ook echt daadwerkelijk aan land komt. Maar ik ga zo meteen nog wel even een rondje lopen, want het is inmiddels langzaam aan het veranderen in een soort spookstad. Dus ik wil jullie wel weer even meenemen. Ik wil jullie laten zien hoe het er allemaal uitziet en hoe mensen zich hier voorbereiden op een orkaan. Ik heb me inmiddels al even klaargemaakt en ik heb gewoon even een t-shirtje aan en een korte broek en mijn gympa. Gewoon even comfortabel, omdat ik weet dat vandaag weer een reisdag gaat worden. The storm does not make landfall. It is going to be close or just east. Now, we cannot eliminate that western track right there. Too soon to be. Nou, we lopen nu op straat. We gaan even een rondje lopen. En ik had het jullie gisteren al laten zien, maar zoals je ziet zijn alle ramen zijn dichtgemaakt voor de orkaan om te beschermen. En eigenlijk zijn nu echt alle winkels ook wel dicht. Aan zit de bank. Ook die is helemaal dichtgemaakt. Alle ramen weer beschermd. We staan nu op Ocean Drive. Hier is ook alles al dichtgetimmerd en ook weer zakken voor de deuren. Alle terrasjes zijn opgeruimd, alles is weg. Gisteravond, jullie hebben het waarschijnlijk wel gezien in mijn video, was alles nog ja, toch wel redelijk open allemaal. Gewoon gezellige muziek en nu is echt alles dicht gegaan. De laatste voorbereidingen. Moet je zien, Ocean Drive, het uitgaansgebied van Miami. Gewoon leeg. We zijn hier bezig met zandzakken vullen en er staan ook allemaal mensen te wachten. Ik denk dat iedereen gewoon zandzakken krijgt als ze dat willen. En hier staan ook allemaal cameraploegen en zo staan er al klaar. Dus ze zullen vanuit hier wel verslag gaan geven. Het strand is bijna helemaal uitgestorven. Je ziet dat ze hier bezig zijn met zand pakken. Het waait ook bijna niet. Het is lekker warm. Heel vreemd om voor te stellen dat hier die orkaan aan komt. Het is niet Miami wat je van de tv kent. Het is echt gewoon rustig en leeg. Maar ik moet zeggen dat ik geen paniekgevoel heb, gek genoeg. Iedereen doet gewoon wat hij moet doen. Iedereen weet ook wat ze moeten doen en iedereen gaat aan de slag. We zijn even aan het helpen, Misha is aan het scheppen en ik ben de zakken aan het dichtlopen. Super zwaar werk, maar wel fijn om te helpen. Iedereen helpt mee. Deze heb ik allemaal dichtgeknoopt, een deel is al weggehaald. Misha is aan het scheppen geweest. We gaan even wat drinken. Chances I have not yet wasted. You can pick me up, but I'll just keep falling down. And I need a bottle of gin just to pass the time, to think of memories that were never mine. But it's all behind me and I cannot turn around. But then I see your face in the moments of doubt. You can help me, but I can't get out. I can't stop
a couple of beers so that I can feel good. To blame it on when I misunderstood. To choose the things that I am never gonna use. I need a glass of wine so I can fit right in. To feel the company of yet another sin. I'm not like onbegonnen werk. We zijn nog steeds door, steeds aan het knopen en aan het scheppen. Maar die rij die blijft gewoon continu. You need to take a break. Is it 10 to? 10:50. If we're here, we want to pick up the 40 miles per hour or something. Good luck. Be safe. Thank you. You too. Have a good day, guys. Thank you. You too. Heet. Heet? Ik ben doorweekt. Ja. Ik denk dat mijn broek zeiknat en alles is zeiknat, denk ik. Ja, maar vind je het gek? We hebben bijna 3 uur... ruim 2,5. Ja. Nou, ik ben blij dat ik toch even kunnen helpen. Ja. Eigenlijk hadden we nog wel door willen gaan, maar... Eigenlijk wel, maar ja, we moeten ook uitchecken. Ja. En naar het andere hotel gaan. We hebben nu nog een uur, dus we gaan heel snel douchen en zo. En ja. Dan staat onze auto klaar, dus dan moeten we echt uitchecken. Ja. Maar goed, we hebben in ieder geval flink geholpen. En ik vind het wel goed dat we even weer wat gedaan hebben. Ja, het voelt nu niet goed om nu op het strand te gaan zitten of zo. Dat vind ik zo stom om nu... Nee. Er waren echt van die mensen, weet je wel, van die gasten helemaal gespierd en zo. En die gaan dan een selfie maken voor waar wij bezig waren. Dat ik denk van... En daarna liepen ze gewoon weer door. En dan denk ik van, doe even normaal. Weet je, echt van die sportschooltypes, weet je wel. En die gaan heel de dag op het strand... knap liggen wezen en dan denk ik van gebruik de spieren dan even nuttig. Ja, ik moet zeggen, ik ben ook wel blij hoor, want ik heb 1,5 week niet kunnen sporten en het is een mooie manier om eventjes te helpen even en te kunnen sporten. Ja, dat is waar. Dus dat is wel lekker. Dat is waar. Nou, we gaan even terug naar de kamer. Ze hebben ook alle parkeermeters ingepakt, zie ik nu. So that I can feel good. To blame it on when I misunderstood. To choose the things that I am never gonna use. I need a glass of wine so I can fit right in. To feel the we zijn bezig met het hotel helemaal dicht te maken nu. En de auto is er al. Nou, dan gaan we weg van het hotel. Bye bye. Omdat ze heel Miami Beach aan het evacueren zijn, is er een wachttijd om ingecheckt te worden. Hij zegt een uur, maar ik ben benieuwd. Er zitten heel veel mensen. We gaan wel maar even de koffers pakken in ieder geval. We zijn bijna 1,5 uur verder nu. Ik zit er nog steeds met tassen. Het wordt wel ietsje rustiger nu. En hij zegt dat er nog 1 iemand moet inchecken en dat wij daarna in de beeld zijn. Dus dat zou heel erg fijn zijn. Ja, iedereen komt natuurlijk hierheen omdat het hier veiliger is dan het strand. Ik zag ook de boeien dichter. Oh, toch wel? Hey Misha. 2 woorden, 16 letters. Duurt lang. Eindelijk een kamer. Nou, dit ziet er volgens mij allemaal prima uit. Douche. Kast hebben we niet nodig. We gaan niet uitpakken. Bed, ook prima. En we kijken uit op het zwembad, zag ik. Ja. Daar is het zwembad. We gaan nu even laten spullen uit de auto pakken en dan gaan we heel even zwemmen. Ik laat nu mijn camera even hier. Het is bloedheet en ik zie dat er... Ja, weinig schaduwplekken zijn om mijn camera weg te stoppen. Dus die laat ik even in de kamer, maar we zien jullie natuurlijk zo weer terug. Nou, het is inmiddels 6 uur en ik heb even gedoucht. Ik heb mijn haar
ja, een beetje vochtig houden. Ik ben eigenlijk een beetje klaar mee. Ik heb een shirtje aan en gewoon weer een lange broek en geen pennen. Gaan we even kijken waar we wat kunnen eten. Er zit hier vlakbij een Wendy's, dus ik hoop dat die open is. We hebben wel gewoon gedurende de dag lekker nog even kunnen zwemmen en nog even van het zonnetje genoten. En dan als het goed is, tot nu toe lijkt het oké te gaan, kunnen we morgenochtend vliegen. Maar ja, we zitten dus vlakbij het vliegveld, 10 minuutjes rijden, dus ik hoop dat dat geen probleem is. Maar we gaan het zien. Eerst even wat eten. We lopen nu vanaf het hotel naar Wendy's. Die zit daar, we zijn bijna daar. Ja, we zitten hier echt tussen allemaal snelwegen in. Daar is het vliegveld, daar hoor je ook vliegtuigen opstijgen. En het ruikt hier ook echt super erg naar kerosine. Dus we zitten echt dichtbij. Net ook bij het zwembad, de snelweg gaat er eigenlijk vlak langs. Dus het is niet de meest mooie plek ooit hier. Schitterend, hè? En dit, nog mooier. Fantastisch, hè? Dit is echt Zebrapad XL. Super lang al hier, hij gaat gewoon al aftellen. Ik ben niet dat het. Als je rustig blijft lopen. Ja, moet wel. Zomaar als je oud bent kan je hier niet oversteken hoor. Ja, maar je moet niet ouder zijn dan mij, nee. Niet ouder dan jou, nee, dit is het maximum. Dat is al max. Want heb je hebt nog 6 seconden over. 6 seconden. Een kipburger en patatjes. En Misha precies hetzelfde. Eet smakelijk. Eet wel. We staan nu weer buiten, we hebben de cola nog mee. Dat is handig. Extra refill. Ja, dat is handig in Amerika, je kan hem bijvullen. Bij deze wil ik wel alvast de vlog afsluiten, want volgens mij is die nu al super, super lang. Morgen, als het goed is, naar New York. Heel vroeg op. En nou ja, jullie gaan het morgen allemaal weer zien. Dus die horen weer van ons. Doei. Hoi.